Ja, Ilse, de Tuintonenfestival in Watergang is weer van start gegaan. Hoe lang is dat geleden dat de laatste keer was? De laatste keer was vorig jaar, maar toen was het heel klein vanwege corona. Dus toen hebben we het op 3 locaties gedaan. Maar dit jaar konden we weer goed uitpakken. En is het ook een lustrumjaar, dus we dachten van nou, we gaan het weer groots aanpakken. Dus in 6 tuinen en 1 kerk, vandaag allerlei muziek. Ja, en mensen dus vanaf Watergang. Normaal was het heel Watergang. Het is wel nu een ander deel van Watergang, klopt dat? Ja, we variëren een beetje. Hè? Dus vorig jaar met corona hadden we het in een paar tuinen. En het beviel eigenlijk om het een beetje dichter bij elkaar te houden. Omdat het ook makkelijker te organiseren is. Dus de logistiek, de vrijwilligers. Om te zorgen dat alles blijft lopen. En ook de muzikanten op tijd van de ene tuin naar de andere kunnen verhuizen. En zoveel mogelijk muziek kunnen maken. Hebben we besloten dat we nu deze kant van het dorp een aantal tuinen gebruiken. Ja, en die tuinen, dat is natuurlijk met deze dag prachtig, hè, met dat mooie weer. Was er een plan B voor als het zou regenen? Er zijn altijd plannen B en plannen C, dus schuren, zeiltjes, tenten, van alles. Wat we allemaal niet nodig hebben vandaag, was in de planning. Ja, ja. En het is muziek en tuinen bekijken. Welke artiesten treden erop? Er treedt van alles op. Echt, zoals u hier nu achter hoort, een a cappella, maat 41. We zijn net begonnen met een serieuze samba-band om de sfeer erin te brengen. En daar komt klassieke muziek, er is indie-pop, er is jazz, er is echt van alles. Alle genres zijn aanwezig. Ja, en wat laten de mensen in hun tuin zien? Vooral de gastvrijheid, hoe mooi het in Watergang is, hoe leuk we hier wonen en elke dag van genieten. Dus we zijn blij dat er meer mensen vandaag van ons prachtige dorp kunnen genieten. En de catering is ook goed verzorgd, zag ik al een beetje omheen. Zeker. We hebben Garibaldi's pizza car bereid gevonden, die normaal in verschillende dorpen in de gemeente pizza's verkoopt. Die staat nu op ons eetplein te verkopen. Een event culinair, een cateringbedrijf. Die heeft een heerlijke couscous-salade gemaakt. En daarnaast verkopen we nog andere versnaperingen. En een heleboel mensen in het dorp hebben ook heerlijke taarten gebakken. Dus we zijn begonnen met koffie, thee en taart. En als iemand zin heeft in iets anders, dan kan dat ook. Ja, en het is logistiek gezien allemaal met muntjes geregeld. Precies, precies. We verkopen op 2 plaatsen in het dorp muntjes. En daarmee kunnen mensen drankjes kopen op 4 verschillende plaatsen. Dus we hebben 4 barren. Eentje hier in de tuin en in een paar andere tuinen hebben we ook barretjes. Zodat mensen zo dicht mogelijk bij de muziek ook hun eten en drinken kunnen vinden. Oké, nou een hele plezierige dag geweest. Dank u wel. Dag. Thank you.
de wethouder loopt hier ook rond in watergang. U heeft het geopend vanmorgen, hè? Dat klopt. Ik mocht namens het college hier de opening doen. En het is een feest. Want dit is denk ik de eerste keer dat u hier bent voor het Tuintonenfestival? Voor mij is het de eerste keer, ja. De Tuintonenfestival, het festival is voor de 10e keer, maar... Ik mag het voor het eerst beleven en ik zeg, het is een feest. Ja, want het is al even aan de gang, dus u heeft al verschillende optredens en tuinen bekeken? Dat klopt, ik mocht eerst met Unibas meelopen, de band die het geopend heeft. En ik ben net in de kerk geweest en nu kijk ik even in wat tuinen. Het is overal wat te zien. Ja, het is ook een heel ander soort dorp dan de andere kernen hier in Waterland. Ik neem aan dat u hier wel eens geweest was, maar heeft u wel eens op zo'n zonnige dag hier rondgelopen? Nee, ik ben hier wel een keer geweest. Ik heb hier alles een beetje op de fiets verkend. En het is inderdaad een van de pareltjes van Waterland. Het is een prachtig dorp. En blijft u de hele middag? Nou, ik heb nog wat andere dingen te doen, maar kijk nog even rond. Ja. Heel veel plezier. Oké, bedankt. En jullie ook. Hallo. Hallo. Zo, jij komt uit Watergang, ja. Begrijp ik? Ja, ik woon in Watergang. Ja, ja, ja. En het is vandaag een speciale dag. Wat gebeurt er hier vandaag? Als ik nou, graag vandaag mag. Is het Tuintonenfestival in Watergang. En ja? Dat betekent eigenlijk dat er verschillende muzikanten optreden in verschillende tuinen van het dorp. Okay. En zo ook voor het eerst ook in onze tuin hier. En we hebben vandaag 5 muzikanten over de vloer, 5 bands. En hij wil ook graag op de camera natuurlijk, hè? Hij mag ook best, maar je moet er niet in kijken. Dus het is dit is al de zoveelste keer dat dit festival is. Wij wonen hier nu 10 jaar en het is wel de 10e keer ook dat het festival is. En wij wonen hier 10 jaar en de eerste keer dat we meedoen met onze tuin. Dus Het is heel leuk, ja. Ja, 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 ja. En wat heeft je doen besluiten om nu wel mee te doen, zeg maar? Vorige jaren niet? Ja, het is pas sinds kort aan deze kant van het dorp. Het is natuurlijk een hele lange dorpstraat in Watergang. Ja. En het was altijd aan de andere kant bij het trapveldje. En nu is het sinds een paar jaar hier. Ja. En dan is het ook wel heel tof om je tuin ter beschikking te hebben natuurlijk. Ja. Precies. En hoe reageerden mensen over het algemeen die hier komen? Het is een hele leuke, gemoedelijke en toch levendige sfeer. Ja. Dus dat is heel fijn. Ja. Nou, hartstikke goed. Dus misschien voor herhaling vatbaar. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat als je eenmaal meedoet, dat je dan ook wel mee wil blijven doen. Ja. Zeker. Ja, ja. En leuk om Watergang op deze manier op de kaart te zetten natuurlijk. Absoluut, ja. 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 Het is leuk dat er zowel voor de buren is het leuk als voor de mensen uit de omgeving om erheen te komen. Ja, ja. Zeker. Nou, nog heel veel plezier. Wat vind je van de muziek wat hier gespeeld wordt? Ik vind het mooi. Ja? Dat is leuk. En jouw vriendjes zijn er ook allemaal vandaag? Nee, niet allemaal, maar wel een paar. Oh, dat is leuk. Ja. En speel je zelf ook muziek? Of zing je misschien? Nee. Nee? Dat nog niet. Nee. Nou, veel plezier, hè? Que me envuelve el corazón, va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano.
en las brumas de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. Pero no estás, y en mi cruel desolación es un fantasma recuerdo de lo que se fue. Persigo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquella caricia de ayer. No vendrá, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda ilusión. No vendrá, así yo esperándote estoy, mi bien, con la fe del que ama como yo y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. En la ansiedad de tenerte junto a mí, mis manos en el vacío te andan buscando, y en medio de este silencio atroz mi alma febril para sí te está llamando. Pero no estás, si mi cruel desolación es un fantasma recuerdo de lo que se fue. Persigo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquella caricia de ayer. No vendrás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás, si yo esperándote estoy, mi bien, con la fe del que ama como yo y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. Met een mevrouw. Mm-hmm. En wie heb je bij je? Want ik ga zo straks kijken. Enjoy. Kijk.